Goedemiddag jongens, we staan vandaag weer in onze hoofdstad Amsterdam. We zijn aan het vissen op het ei. Het waait onwijs hard, het is koud. Maar we gaan het gewoon proberen om te snoepbaarzen. We vissen momenteel met 14 gram, want het is ook erg hard stroomt vanwege de wind. En we gaan het een dagje proberen. Omdat het zo hard waait, hou ik mijn top het liefst lekker laag. Wat ik doe ongeveer 2 à 3 slagen. Als ik ver weg lig, maak ik er 3, maak ik hem afzicht tot de bodem. Zodra ik dichterbij kom, 2 slagen. En waarvan zit de bodem. En zodra die op de bodem valt, dan krijg je vaak die aanbeet. Harde beuker op, maar dat merk je vanzelf wel. Prachtige snoekbaars, dus de eerste van de dag. Op de piglet gevangen, de witte kleur, ver uit de kant. Echt een harde aanbeet en je ziet het ook maar, dat hij hem echt wel wil hebben. Diep in zijn bek, nou, onwijs blij mee natuurlijk. Ik hoop dat vandaag nog veel meer snoekbaars mogen en kunnen vangen. We gaan gewoon doorzetten en hoop dat we heel veel vissen gaan vangen vandaag. We zijn momenteel aangekomen in een klein haventje. We vissen hier eventjes uit met de netwerk omdat de visserij erg traag is. Zodra het gaat schemen slash donker wordt, gaan we gelijk terug naar het ei. Dat doen we omdat het dan natuurlijk beter is voor de snoekbaarzen. Ze hebben grote ogen en dat houdt in dat ze beter kunnen zien in het donker. Dus dat betekent ook dat het een echte nachtvis is. En dat betekent dus ook dat we, dat we er zeker op gaan vissen als het donker is. Wat gaan we doen op het ei met de piglets? Voor nu blijven ze even in de binnenstad, kijken een beetje tussen de boten. Waarom hier dus tussen de boten? Nou, die boten die hier liggen, liggen hier altijd. Die mensen hebben een kacheltje aan en natuurlijk is het daar onder die boot ook lekker warm als een kacheltje aan staat. Dus die vissen gaan daar gewoon onder liggen. Het is maar hoop dat ze er liggen, dat ze honger hebben. Dus we gaan daar nu even overal uitvissen. Dan lopen we door naar de dam, gaan even lol hebben met een paar duiven. En dan gaan we terug naar het ei. Dus let's go! Nou, dit is dus de lol die we doen met duiven. Het is één tijdje al, anders komen gezellig bij je zitten. Ja, maakt de vis toch gewoon even leuk zo. We hadden even een lekker gezellig gesprek met de politieagenten. We vroegen natuurlijk gewoon even een grapje of een leuke thumbnail konden maken met de agent. Zeer vriendelijk agent, had er wel zin in, vond het allemaal leuk. Even dik 10 minuten kunnen praten met hem. Nou, was echt wel gezellig. Leuke agent, dus je ziet het jongens. Er zitten ook leuke agenten tussen die wel zin hebben in een grapje. Wij lopen nu terug naar het ei, zijn op de dam geweest. Was wel grappig hè? Ja, zeker. Lekker. Lekker lol mee kan met die duiven. Ja, klopt. Lekker die duiven in je hand hebben. Nee, was zeker leuk. Maar we gaan nu terug naar het ei. Het schemert, dus het is nu een kwestie van lopen naar het ei en op zoek naar de snoepbaarzen.
We gaan lekker door. Eén snoepbaars is binnen. We hebben meerdere tactieken geprobeerd en ook meerdere stekken afgevist. Dus tot nu toe liep het wel op het ei. Ik heb 3 aanbeten gehad, totaal 1 kunnen vangen. Dus dat belooft wat goeds voor de avond. Nou, we lopen nu even naar het muziekgebouw. Dan gaan we daar dat nog even afvissen. Dan gaan we hier zo op het ei. En dan lopen we door naar het fietspont en dan kijken we hoe laat het is. Maar voor nu gaan we eerst bij het muziekgebouw even lekker afvissen. De reden dat wij nu naar het muziekgebouw lopen is omdat het hier ongeveer 20 meter diep is. Het is gewoon 1 keer een diepe kuil pop naar beneden van 20 meter ongeveer. Dus ja, het is gewoon een kwestie van hopen dat ze nu echt op het diepe putje liggen. En kijken of we daar even een dikke eruit kunnen vangen. Want ze liggen, de vissen die hier liggen zijn over het algemeen ook iets dikker en groter dan de overige vissen die je vangt op het ei. Maar de kans dat je hier vangt is ook weer veel kleiner dan op het ei. Dus het is gewoon een gok die je neemt. En hopen dat de gok zich uit kan lonen. Dus we zijn er bijna. Klein stukje lopen. En dan gaan we het moment van de waarheid zien. Wat de fuck gebeurt daar nou weer? Ja, wat de fuck. Ik denk eindelijk een snoek. Of een snoekbaars. Of een baarsje. Zit er een fucking krap aan? Wat de fuck, ouwe? Dat is wel een grote krap ook, ja. Van een bolhandkrap, hè? Is lekker, Gijs. Zeker. Even een hapje eten. Lekker patatje. Ja, mag wel eens een keertje na een lange dag vissen. Ja. Maar, zijn we nog klaar met vissen? Nee, zeker niet. Nog lang niet. Ik ga zo nog even op het ei vissen bij het fietspont. En bij het fietspont? Ja? Bij het. Is het de fietspont? Oh, de fietspont. We zijn ondertussen klaar met eten, dus we gaan nu weer terug naar het ei om te kijken of het nu donker is, nog een paar mooie snoepbaars kunnen vangen. Het is echt onwijs taai. We hebben nu 3 tikkies gehad waarvan eentje kunnen vangen. Dus ik ben bang dat we misschien niks meer erbij kunnen vangen vanavond, maar ik geef de hoop niet op. We gaan gewoon gooien, we hebben nog ruim 1,5 uur en wie weet leeft het nog een mooie vis op. We zitten inmiddels in de trein en dat betekent dat we naar huis gaan. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hier beneden. Laat iets weten in de comments en doe een blauw duimpje omhoog. Laters!